Het is tijd voor een mooi interview, dames en heren. We hebben natuurlijk een hele grote community die al 20 jaar ons volgt. En dat zijn mensen die ooit heel jong waren en toen geldfan waren van GameKings. Of in ieder geval fan, vind ik altijd zo zwaar. Maar gewoon ons keken. En misschien daardoor ook wel op een idee kwamen. Hey, maar die gamesindustrie, dat vind ik wel wat. Dat is iets waar ik later in verder wil gaan. Nou, we hebben al een keer gehad, die jongen die, met zijn naam even kwijt, maar die The Last of Us artwork maakte. En inmiddels hebben we een nieuwe gevonden, die zichzelf ook heeft aangemeld. Die zei van, hey, vind ik het wel leuk om er ook wat over te vertellen. En dat leek me eigenlijk wel hartstikke leuk, want hij werkt bij een bijzonder, of hij werkt voor een bijzonder leuk bedrijf, wat bekend is bij heel veel kijkers. En dat bedrijf, dat is Rare. David Ronnes, die zit aan de andere kant van de oceaan in Dublin, Ireland. Hoe is het, wat is het weer in Ireland? Prima. En geen regen is eigenlijk al goed genoeg. Kijk, ja, nee, want het regent natuurlijk gewoon 300 dagen per jaar bij jullie, of niet? Valt wel mee. Ja, wel genoeg. En daarom drink je dan de hele dag whisky? Ja, nee, daar ben ik wel fan van geworden. Oké. Is het een beetje een leuke stad, Dublin? Zeker het centrum. Alleen afgelopen anderhalf jaar is alles veranderd. En zijn we eigenlijk zo goed als niet meer de deur uitgegaan. Oké. En nog steeds binnen eten werkt niet. Maar daar gaan we langzaam naartoe. Ah, oké. Okay. Ja, want de lockdown in Ierland is wat, nog wat heftiger dan in Nederland, toch? Of niet? Ja, qua cijfers was dat helemaal niet per se anders. Maar we hebben blijkbaar een van de langste lockdowns gehad in Europa. Okay. Maar goed, ik heb werk, dus ik ben blij. Precies, ja. Hey, op dit moment werk jij voor een, ja, voor Rare, maar feitelijk werk je voor een bureau wat weer werkt voor Rare. Klopt dat? Ja, klopt. Ik zou met bij hun gaan werken, maar ik wilde graag in Ierland blijven wonen. Door Brexit werkt het allemaal anders en ja, dat betekent dat ik een constructie moest vinden dat ik via Flix, heten ze, mm-hmm, bij Rare werk. Okay. In principe doe ik exact hetzelfde werk en zit ik met hun de hele dag en ik praat niet meer met die tussenpersoon, zeg maar. Ja. Jij maakt artwork, volgens mij, als ik het even heel simpel schets. Yeah. Wel op een iets andere manier als die jongen van The Last of Us. Die maakte meer artwork voor de game. En jij bent meer de artwork die in marketing en reclameuitingen wordt gebruikt. Ja, kort gezegd werkt het zo. Ik ben, mijn achtergrond, dat ik, nou ja, hoor je zo meer over. Ik ben een 3D artist. Eerst veel gemodelleerd, textures, dat soort dingen. En ik kreeg hier de kans om als marketing artist aan de gang te gaan. En nu werk ik eigenlijk, of ben ik verantwoordelijk voor alles. Afbeeldingen van in de game of met de game die naar buiten worden gebracht. Dus dat is de in-game shop bijvoorbeeld. User interface, loading screens, key art voor de seasons. Mm-hmm. En dit is een sales icon. Die zit op de website. Moet gemaakt worden. Wat is in de sale? Ja. Renders doen we voor al die characters, de dieren. Zorgen dat het een beetje tof uitziet. Oké, okay. Dit is ook echt wat jij tekent? Of ja, nee, help, wat sorry, wat ik doe is, ik neem dus alle de game. Die kom ik van de achterkant, zorg ik dat ik daar bij alle assets kan. Die zet ik aan elkaar, doe ik compositions. En dan render ik ze. Neem ze, in ieder geval in dit geval, neem ik ze mee naar Photoshop. En zet ik ze hoe ik ze wil hebben. Ja. En in dit geval zie je, nou, de buitenkant is een beetje leeg, maar dat heeft dan te maken met de website en zo. Ja, dus het is echt meer richting vormgeving als het ware gaat het. Een deel ervan, zeker. Ja. Deel ervan. Goed, we gaan even een beetje, want dat is natuurlijk gewoon het interessante voor een hoop mensen die ook die aspiraties hebben of ooit de droom hebben gehad om te gaan werken, maar die zijn dan weer zo dom geweest om een baan bij een hypotheekverstrekker te nemen en zijn nu 40 en dat gaat nooit meer gebeuren. Maar dan kan ik in ieder geval wel laten zien dat het ook wel degelijk kan. Ik zei natuurlijk een beetje van, bedoel, als kind en puber keek je GameKings en kreeg je steeds meer het idee van, ik wil ook iets in de gamesindustrie. Romantiseer ik het een beetje of is dat een beetje zo waar dingen samenkomen? Nou, dat klopt wel. Ik heb, ja, weet je, ik was 8, dus speelde ik games. Commander Keen, Red Alert, Wolfenstein 3D.
Maar dat wist mijn moeder allemaal niet. maar de, ja, ik was een kleine gamer, weet je wel. Ja, er was niet iets toen. Er was niet een school die kon doen. Of weet je, al dat soort dingen, net als film. Dat was in Amerika en Hollywood. En zo was het voor mij dat ik daar ook niks mee deed. Mm-hmm. En heel lang heb ik toen eigenlijk gewoon... ja, ik heb een normale studie gedaan. Uiteindelijk ben ik chemistry gaan doen. Dus heeft niks te maken met wat ik nu doe. En toen, 5-6 jaar geleden... kwam ik toen wel naar die chemistry... communicatie en multimedia design gedaan. Dus dat is veel meer de mediakant op vormgeven. Dus daar komt dat soort dingen komen weer samen. En na mijn studie bij die communicatie... wilde ik veel meer 3D gaan doen. Want dat heb ik een minor van gedaan. En dat is uit de hand gelopen en nu werk ik bij Rare. Ja, even kijken, want we hebben ook in principe hier zie je alweer een stukje werk van jou. Ik heb een beetje geprobeerd door je LinkedIn te gaan, want je hebt heel veel verschillende dingen eigenlijk gedaan. Een van de eerste dingen die je denk ik deed als het gaat om grafisch en vormgeving was voor RTL gaan werken. RTL 7, meer voor mannen. Kijk. Dit. Heb jij dit gemaakt? Ja. Samen met Ronald Vrij. Ik deed dus mijn communicatie en multimedia design studie. Ja. En nou ja, afstudeerstage heb ik de vormgeving voor RTL gedaan. Voor voornamelijk de social media en zo. Mm-hmm. Dat was allemaal prima. Maar ik had in de tussentijd heb ik mijn portfolio opgestuurd naar de Digital Animation and Visual Effects School. Ja, Dave. Dat van mijn vader hilarisch. Ja. Die studie daar, dat was nog nadat ik bij RTL heb gewerkt, dus na de zomer of zo. En toen heb ik bij RTL gevraagd, kan ik niet veel meer jullie 3D kant ook doen? Mm-hmm. Of in ieder geval stukken ervan. Want bij RTL 5 hadden ze toen een van de draaiend logo. En ik dacht, als ik een voorsprong kan krijgen over wat ik later bij die studie ga doen. Waarom niet, weet je wel? En toen kwam ik hier terecht bij die afdeling. En ik heb met die jongen heel veel... hieraan gewerkt, gezorgd dat dit helemaal in orde was. Dat is sinds 2015 op tv of zo. Ja, en maar dat is nog echt meer modeling en vormgeving voor televisieproducten, gewoon voor films. Had jij toen al het idee, of eigenlijk al daarvoor, toen je met die opleiding begon, van maar ik wil eigenlijk aan mijn grote liefde toe. En dat is games, weet je wel. Games maken. Want je had natuurlijk ook... Had je dan niet... ben je nooit bezig geweest met programmeren bijvoorbeeld? Was het echt meer van... Ik vind de visuele kant vind ik leuker dan C++. Ja, nou, ik heb verschillende dingen gedaan. Want ook tijdens mijn studie heb ik veel meer... ook wel programmeren zo gedaan. Maar zeker langer geleden... ik was, 8 zei ik net, maar weet je, die periode tot met 15 of zo, ging met RPG Maker aan de slag, zo'n soort van game dev programma, heel simpel. En dat soort game maker tools die er toen wel waren, ik heb geen idee hoe ik de aan ben gekomen, dat zal online gestaan hebben of zo. Maar daar waren we kleine spelletjes aan het maken, maar goed, ja, niet van enkele noemenswaardige kwaliteit of zo. Dus was wel altijd die, ja, ik vond het vet. Ja, dus vanaf daar is het wel gegroeid. Ja, want RTL heb je waarschijnlijk gewoon vanuit Nederland gedaan. Ja. En toen ben je op een gegeven moment, zag ik op je LinkedIn, je bent naar Engeland gegaan volgens mij, of meteen naar Dublin? Nee, in eerste instantie was ik dus klaar met die studie communicatie met de media design en toen ging ik naar de Dave School. En die zit op het Universal Studio terrein in Orlando. Oh, wauw. Ik naar Orlando vliegen en daar heb ik een jaar gestudeerd. Mm-hmm. En daar heb ik alles geleerd in de VFX pipeline. En VFX is visual effects, voornamelijk in film. Toen dacht ik gewoon, ik wil aan, weet ik veel, Jurassic Park 19 werken of zo. Mm-hmm. Weet ik waar ze nu zijn, en hetzelfde voor Star Wars. Vandaar is het alles geleerd, voornamelijk het 3D-stuk vond ik vet. En dat heeft waarschijnlijk ook te maken met meer dat ik games gewoon vet vind. Ja, maar
waarom ben je dan niet de kant op gegaan als je dan toch in Amerika zit? Ja, het is wel helemaal aan de andere kant van Amerika, maar waarom ben je niet dan gezegd van oké, dan ga ik gewoon naar Hollywood en dan ben ik een van de miljoen gasten die gaat proberen om dan in die filmsindustrie te komen? Of zag je ook wel in van oké, dat wordt wel echt heel lastig? Nou, dat heeft heel surf te maken met visa. Het is gewoon echt een klus om daar het land binnen te komen. Oké. Want ik heb toen tijd nog gesproken met Double Negative, een bedrijf dat alle Harry Potters gedaan heeft, Inception, een hele rit van die films. Mm-hmm. En daar was ik mee praten, maar die zei uiteindelijk ook van, joh, tof, maar we kunnen je geen visum geven, want dan moeten ze sponsoren en dat soort dingen. Ja, precies, want als een Amerikaan jouw werk kan doen, dan moet dat een Amerikaan zijn en mag het niet een Hollander zijn, inderdaad. Daar komt het op neer. Precies, ja, ze verdedigen hun eigen economie. Ja. Ben je toen weer afgezakt naar Nederland of ben je gewoon halverwege blijven hangen? Nou, tijdens de laatste avond. Dus ik liep naar de docent van, yo, thanks voor alles. Ik ga er vandoor, de graduation. Ja. En hij zegt, heb je hierna een baan of niet? Dus ik zei, nou, nee. Toen zei hij, nou, ik heb wat of in België zit het of in Wenen. En ik dacht, nou ja, weet je, ik wil gewoon werken en ik ben nu toch wel in het buitenland, dus whatever. Een paar weken later kreeg ik een e-mail van, stuur het hier naartoe. Dus ik mijn demo reel, mijn portfolio opsturen. Mm-hmm. En dat hebben ze uiteindelijk, dat vonden ze prima. Dus ik ben toen een animatieserie gaan werken. En welke animatieserie is dat? Dat is allemaal nog heel erg basic. Dat is Talking Tom and Friends. Dus pratende Tom en zijn vrienden. Ja, precies. Daar hebben we niet echt beelden van. En uiteindelijk, zitten we nu al dicht bij Rare? Of zitten er nog allerlei dingen tussen? Eigenlijk gaat het redelijk hard. Ik ben daarna namelijk hier naar Dublin gekomen. Heb ik aan de My Little Pony movie gewerkt voor bijna 3,5 jaar. En dat is echt, die trailer komt vandaag uit. Ja, dat is wel een topper. Nou ja, het qua niveau ging het gewoon echt enorm vooruit. Want deze film ook, hoe die eruit ziet, dat is voor mij natuurlijk het belangrijkste. Want dat is uiteindelijk mijn portfolio. Snap ik. Ik maak ook een grapje hoor. Voor mij is het ook. Ik tegen mijn vrienden, ik vind mezelf een hele bink natuurlijk. Maar toen ik vertelde aan mijn vrienden van, ik ga naar Dublin toe. Oh, waar ga je dan naar werken? Milo Pony. Ja, het klinkt niet zo heel tof. Maar, nee, jij hebt dus die hele trailer mede vorm gegeven? De hele film. Hier was ik 3D artist, dus ik heb alle environments die je ziet, dus eigenlijk alles wat niet een karakter is, dat heb ik gedaan, of tenminste, was ik deel van. Ja. En dat is dus veel meer het bouwen van die wereld en voor example later ook de game, dat is wat ik nu minder doe. Ja. Want dat lijkt mij heel erg tof, omdat je dan echt even gechargeerd. Jij maakt nu de reclamefolder voor de game, als het ware. Terwijl je hier echt meewerkt aan het hoofdproduct, weet je wel. En toch heb je uiteindelijk besloten om te zeggen van dit vind ik leuk, dit is nu af, weet je wel. Misschien was er ook geen werk meer, weet ik, deed je het op freelance basis. Ik ga nu bij Rare de functie bekleden als degene die alle assets die er om die game heen zijn, die ga ik maken. En met name dan van Sea of Thieves op dit moment. Ja, nou, er was voor mij die optie. Ik had toen was ik net op zoek naar nieuw werk als 3D artist. En er kwam via stuurde iemand mij een e-mail van, hey, heb je zin om daar te werken? Want ik zie dat ze iemand zoeken. Stuur een e-mail. Mm-hmm. Dus ik stuur van, joh, ik wil graag die industrie in, maar ik heb helemaal niet de ervaring met Unreal. Ja. Dus dat was voor mij de perfecte kans om het te doen. Maar goed, iemand moet wel die kans geven, zeg maar. Ja. En voor mij was dat, ik heb met hun gesproken, echt super cool gesprek. En dat was het voornamelijk voor mij, dat ik dacht, ik wil hier graag met deze mensen werken. Een van de bedrijven die AAA, altijd goed niveau, games maakt. Ja, dat is een kans die zo gigantisch is, ten opzichte van, niet om iemand tekort te doen, maar zomaar een indie studio, zeg maar. Ja, nee. En dat is, voor mij was dat echt de kans om het te doen. En in mijn eigen werk kwam ik steeds meer tegen dat ik beelden wilde maken, dus eigenlijk het totaal. En niet zozeer, weet ik veel, hier een kast of een bed wat hier staat. Ja. Wat tof is, maar dat is voornamelijk wat je doet. Ja, nee, precies. Want die jongen van Last of Us, die maakte dan inderdaad heel veel assets. Maar ook wel een beetje de moodboards waarop uiteindelijk dan de levels gebouwd werden. Maar goed, dit is het werk
Onder andere wat jij maakt, gaan we het zo ook nog even in diepte over hebben. Want wat ik interessant vind is... kijk, jij zegt van ja, Rare, een bedrijf wat altijd AAA maakt. Nou ja, goed, dat wil ik dan aan toevoegen. Kijk, Rare is een legendarisch bedrijf. Ze hebben, zeker in de tijden van Nintendo, legendarische games gemaakt. De laatste jaren... toen zijn ze door Microsoft overgenomen, leek het een beetje weg te zijn, de magie. En nu met Sea of Thieves zijn ze wel weer redelijk in de picture. Is Rare ook iets wat voor jou een legendarische status had toen je zelf games speelde? Gedeeltelijk. Hoewel ik daar niet zo heel bewust van was. Want ik heb vroeger voornamelijk op de SNES Killer Instinct gespeeld bij iemand thuis. Okay. Op de SNES. Dus dat soort dingen die ik ken, maar niet dat ik zozeer Rare opzocht. Hoewel ik wel games ook later met de Xbox 360, Viva Piata en zo. En ja. Ook Donkey Kong 64 trouwens, iets ervoor. Gewoon heel veel gespeeld heb. Dus ik ken het op de manier van, ik ken games. Maar ik was me nooit zozeer bewust van dat allemaal per se bij Rare hoorde. Nee. Nou, GoldenEye is volgens mij ook van Rare. Dat is een van de beste shooters die ooit gemaakt is wat dat betreft. Ja, het was een legendarisch bedrijf. Waar zit Rare, het hoofdkantoor? In Twycross, zoiets. Een heel klein dorpje naast Birmingham. Oké, precies. Want daar ben jij nog nooit geweest, mede door de pandemie, neem ik aan. Ja, voornamelijk dat. Ja. Heel interessant vind ik eigenlijk ook wel. Hoe gaat dat nou? Want kijk, we horen heel veel vanuit de industrie. De problematiek van thuiswerken en gaming is fucking lastig, weet je wel. Games worden uitgesteld. Nou ja, goed, ik moet zeggen, ik ben er een klein beetje sarcastisch in dat ik soms ook denk, ze wachten gewoon tot de install base wat groter is. Maar goed, daar wil ik het dan verder even bij laten. Maar hoe werkt dat nou? Want ik weet wel, het creatieve proces, ja, dat doe je met elkaar. Het brainen, het kijken naar, hoe gaat dat nou? Heb je elke dag meetings aan het begin van de dag zonder in details te treden? Of zit je met bepaalde mensen in een soort van hotline waarin je beeld uitwisselt? Ja, nou voornamelijk meerdere stukken daarvan. Wij hebben bijvoorbeeld een klein team, dus wij zitten met drie gasten. Doen we eigenlijk voornamelijk dit marketingwerk. En daarboven zit een groter communicatieteam. En daarmee hebben we eigenlijk iedere maandag, woensdag, vrijdag gewoon van die teammeetings. Van jou is iedereen nog op schema. Maar met mijn kleinere team, met wie ik samenwerk, daarmee maak ik al deze stukken art. Die maak ik voor mezelf, die presenteer ik naar die gasten. Gisteren bijvoorbeeld eigenlijk de hele dag gewoon over Teams online geweest. En het grappige is dat je eigenlijk gewoon op die manier werkt zoals je in een kantoor werkt. Waar je gewoon constant blijft praten en dingen laat zien. En juist heel makkelijk aan elkaar kan laten zien van, wat denk jij hiervan? Wat denk jij daarvan? Ja, maar je hebt wel... Kijk, het interessante van thuiswerken vind ik juist dat je het ook een beetje je eigen tijd kan indelen. Dus dat bijvoorbeeld, ja, ik hou van trainen. Dat ik dan 's middags, 's ochtends, ja, een uurtje of 10 kan ik trainen. Normaal zit ik dan op kantoor als mijn kantoordagen zijn. Maar jij moet wel... Jullie hebben allemaal dezelfde tijd. Dus je bent wel eigenlijk gewoon... Je gaat op een bepaald moment achter je pc zitten. En dan ergens 6 uur 's avonds, dan kom je er vandaan. Of kun je dat nu wat makkelijker mixen? Je kan het makkelijker mixen, maar ik vind het voor mezelf bijvoorbeeld, heb ik wel gewoon redelijk dat ik denk van 9 tot 5 of 6, dat hangt af van hoe druk het is. Ja. Dat ik gewoon denk, ik zorg dat ik in die uren voor die tijd mijn uren maak. Ja. Dat is voor mij het belangrijke. Maar wat betreft thuiswerken, we hebben ook die film, die op een gegeven moment, daar was ik aan het werk toen de pandemie begon. Mm-hmm. Toen zijn we helemaal, de hele studio is naar huis gegaan. Ja. En het blijkt, ik weet niet hoe, maar de productiviteit ging daar omhoog. Ja. Want dat waren de cijfers. Terwijl ik dat niet per se zo voelde. Maar dat is wel wat ze teruggaven, zeg maar. Nee, ja, ik werk liever ook thuis gewoon. Ik kan gewoon veel beter focussen en controleren. Terwijl op kantoor kan het gewoon vaak ontzettend gezellig zijn. Mis je daardoor wel tijd. Je hoeft niet meer te reizen, waardoor je soms eens een uur... Het is voor mij ook wat makkelijker om over te werken thuis. Vind ik niet zo'n probleem, want ik zit toch zo op mijn bank, weet je. Dus dat werkt allemaal mee. Maar goed om te horen dat bij jullie in ieder geval goed gaat. Waar ben je op dit moment mee bezig bij Rare? Wat wij nu voornamelijk doen is seasons, events, komende updates. Oké, en
hoe werkt dat? Kun je schetsen hoe zo'n proces werkt? Ik bedoel, neem gewoon lekker een out season. Is dan een moment... Kijk, ze zijn al bezig met dat seizoen en dan ben jij nog niet bezig. Want ja, ze moeten eerst dat seizoen zeg maar een beetje maken, zodat je, voordat jij daar dingen uit kunt pakken om jouw artwork te maken. Ja, yeah, nou dat was precies zoals met deze, wat die Pirates Live update, waar Pirates of the Caribbean in de game kwam. Ik kwam eigenlijk, nou ja, vanaf dat ik begon te werken, dat is ongeveer 5-6 maanden geleden, kwam ik erin. En steeds meer zag ik in bepaalde bestandsgroepen een soort van naam staan. Ik dacht van, oh, deze update. En ik dacht van, wat is dat nou? En het bleek die gigantische update te zijn, terwijl yeah. Ik dacht, wat is het voor gek codewoord dat hier staat, weet je wel. Terwijl ik ja, wist helemaal nergens vanaf. Maar voor die update vind ik is het beste voorbeeld bijna. Daar was gewoon heel duidelijk een brief. Van dit is wat we ongeveer willen hebben. Zo moet het, dit moet uitkomen. Dit moet ongeveer bij, weet je, een schip voor dat gigantische kasteel. Probeer dat te maken. Ja. Dat is vaak een schets. En dat is zo basic als, nou ja, niet per se op een servet of zo. Maar wel echt zo een paar lijntjes. Dit ja. is ongeveer wat het moet zijn. En nou ja, bijvoorbeeld zoiets als dit, weet je. Ik weet niet waar dit specifiek voor bedoeld was. Ja, weet je dit dat? Is voor die laatste update in de First Tall Tale. Zo heet onze story missions eigenlijk. Ja. En dit is voor de voice card en de reputation card. Dus dat is in de game waar je het een beetje bij kan houden hoe, ja, waar je zit, zeg maar. Maar hoe maak je dit? Is dit zeg maar verschillende assets bij elkaar zoeken en dan bij elkaar een compositie maken? Of ga je ook echt tekenen? Of ja, vertel dat eens. Heel cru gezegd is het gewoon een screenshot nemen. Mm-hmm. En dat vind ik altijd de beste manier te beschrijven. Maar okay. Want er zit veel meer achter. Want die game is natuurlijk helemaal niet gemaakt om... tenminste, we kunnen het spelen en dan die foto nemen. Maar dat je wilt... Een beetje zoals vroeger bij die oude games, die super getekende artwork op een Game Boy game. Ja. Dat is een beetje hoe je het moet zien, denk ik. Waar wij willen iets verkopen, maar voornamelijk ook, ik wil dat het er vet uitziet. Het moet indrukwekkend zijn. En in dit geval moet het teasen naar wat er in dit verhaal gebeurt. Zit je dan, en dus, heb je dan een beeld van die game waarin je dan rondloopt op zoek naar... Oké, wow. Hier heb ik een mooi shot. Wat ik zou kunnen gebruiken. Ja. Precies dat. Het is voornamelijk eerst checken. Als je geluk hebt, weet je... tenminste, want het werkt dus redelijk simultaan. En dat is wel lastig. Want dat betekent namelijk dat dit shot bijvoorbeeld... kan nog helemaal veranderen. Dat als ze belichtingseffecten toevoegen... weet ik veel meer mist of zo. Dat verandert alles. Maar ja, ik zit eigenlijk achteraan, weet je wel. Ja. Waar ik mijn werk doe. En nou, het is hier voornamelijk belangrijk dat we... dus die sfeer voor dit ene stuk van de story maken. Maar er zit dus veel meer achter dat we willen dat het dit tof eruit ziet. Maar ook over de in dit geval waren het 5 story missions. Dat daar een beeld komt van simple environment naar steeds iets interessanter. En uiteindelijk heb je die Davy Jones, weet je, als een menacing antagonist. Een bad guy die staat van fuck. Daar moet ik straks mee vechten, weet je wel. Ja. En dat is de story hoe het gaat. Maar in dit geval inderdaad wat je zegt. Rondlopen in deze environment. Kijken wat mooi is. Kijken wat teased naar in dit geval die toren. Heb jij ook dan die... Want ik kan me wel herinneren, als bij developers hebben zij ook... Kijk, als ik die game speel, dan heb ik een fixed camp position. Want ik zit... Even kijken hoor, ik speel niet zo heel veel Sea Thieves. Maar je zit zeg maar achter... Oh nee, het is first person volgens mij toch? Ja. Ja, nou, dus dat is mijn beeld. Ik zie het vanuit hem. Maar dan, ja, dan heb ik mijn wapen nog voor. Heb jij dan zeg maar een tool om gewoon dwars door die hele game heen te lopen? Ja, het is gewoon gebouwd in Unreal Engine. Dus ik open de engine en daar vlieg ik waar ik ook maar wil. Ja. En hier daar, dus je denkt, shit, er zit een steen in de weg. Dus die schuif je even af. Maar je probeert zo... Ja, ik probeer gewoon altijd zo trouw te blijven wat de game is. Ja, je kan waarschijnlijk hele mooie vakantiefoto's maken dan ook, of niet? Dat, ja. Ik doe mijn best, ik weet niet wat waar is. Oké, nou, laat nog maar eens een paar plaatjes zien. Want ik vind dat proces... Hoe lang ben je dan bijvoorbeeld met zo'n... Kijk, je maakt er een beetje een grapje van. Ja, het is een screenshot maken. Dan zal iedereen zeggen, ja, weet je wel, print screen, weet je wel. Nou, het is 2 seconden werk, weet je. Maar hoe lang ben je dan met zo'n plaat bezig? Het afwerken, voordat het helemaal goed... Je moet het waarschijnlijk ook dan weer laten zien. En dan zeggen ze, nou, nee, dat vind ik helemaal niks. Nou, moet je weer gaan zoeken.
Ja, nou, dat is een heel proces eigenlijk inderdaad wat je zegt. In eerste instantie is het scouten. Dus Ja. je checkt de locatie van wat wil ik hier doen. En voornamelijk dan die Pirates of the Caribbean update. Dat je moet gewoon zoeken naar de toffe elementen in die scène. En dat blijft, weet je wel, moet ik die. Uiteindelijk is het die ene geworden dat je die toren ziet, een beetje laag achter die mast. Maar er zijn nog zeven andere shots geweest die het niet geworden zijn. Ja, bizar Want je moet eigenlijk. gewoon. Ja, ik bedoel, kijk, iedereen focust zich natuurlijk heel erg op die game. Maar inderdaad, al die assets die je nodig hebt voor je loading screens en al dat soort dingen. Daar denkt helemaal niemand meer aan dat er ook allemaal mensen aan. Vind je dat überhaupt belangrijk, hoor? Want ik vind dat altijd wel leuk. Laadschermen vind ik eigenlijk. Ik vind het helemaal niet leuk. Maar ik vind het opvallend dat er sommige developers zijn er uitermate creatief mee. Hebben soms een stukje game erin, een minigame of een. Verander het landschap, whatever, iets mee. En anderen doen gewoon zwart en dan zie je zo'n radartje, weet je. Bedoel, vind jij dat dan ook belangrijk dat er wat gebeurt tijdens een laadscherm? Nee, ik weet wel dat ik nog weet ik, van die tips of zo die je krijgt wat je met sommige games. Ja. Soms maken ze een grapje van. Dat vind ik tof. In dit geval, ik probeer mijn best te doen om toffe plaatjes te maken. Maar dat heeft niet zoveel te maken met of dat nou in een loading screen wordt laten zien of niet. Voor mij is het voornamelijk belangrijk dat die game er tof uitziet. Ja. Want het is gewoon, ik vind het een toffe game. Ik speelde het niet voordat ik hier kwam werken. Ook de eerste keer dat ik voor mijn interview dacht ik ook even checken hoe die game precies in elkaar zit. Want ik ken het wel van Ja. video en zo, maar niet nooit gespeeld. Ik speelde met een vriend van mij en dan was ik zeeziek geworden. Dus ik speel die game nu ook met de controle, omdat ik anders word ik zeeziek. Alleen als Ja. ik gewoon mijn screens neem, dan is het heel anders. Ja. Het is Ja. natuurlijk ook een service game, hè? Ik bedoel, het is het heeft eigenlijk een beetje. Het is met de start was het goed en ook wel succesvol, maar niet zo succesvol als gedacht. Maar uiteindelijk is die community steeds groter geworden per season, is het gegroeid, gegroeid, gegroeid. Kijk, een game die eenmalig uitkomt, daar maak je assets voor en misschien dan voor de DLC, misschien ook nog eens een keer iets. Maar met zo'n season, met elke keer weer nieuwe updates. En er gebeurt ontzettend veel. Je moet met de community dingen doen. Ze zetten evenementjes op. Dus er moet natuurlijk ontzettend veel gemaakt worden daarvoor. Ja, nou al die assets die gemaakt worden, die zijn. Ja, dat is dus, wordt helemaal van tevoren gepland door de dev team. Ja. Die hebben een heel plan en design. Die, ja, hoe dat doorheen gaat lopen en wat het idee is voor het nieuwe seizoen. Dus ik lees gewoon rustig ja, weet je, wat is het verhaal? Wat is het idee? Hoe willen ze dat de speler speelt? En feedback van weet je, overal online lees ik ook. Want ik wil weten wat vinden mensen tof, wat vinden mensen niet cool. Vertel ik aan mijn eigen collega's van hey, check dit, want dit is tof om mee te nemen. En een tijd geleden bijvoorbeeld in denk seizoen 2 hebben we een bepaalde emote kwam uit waarmee je weet ik, jezelf kon verstoppen. En die was gratis. Maar het vette wat ik dus vind is dat ik denk. Zorg dat er nou gewoon bepaalde van die emotes inkomen. En die kan ik ook pushen. Want ik kan zeggen, ik vind dat wij als marketingteam die dingen gratis emotes aan de spelers moeten geven. Zodat zij die gebruiken en er plezier mee hebben. Want als ik mensen heb die plezier in de game hebben, die praten erover. En dat is voor mij natuurlijk het belangrijkste. Ja, toevallig heb ik net hiervoor een interview gedaan met ja, noem het een rechtsgeleerde, in ieder geval dokter aan rechten, die dus onderzocht had in hoeverre je geld kon terugkrijgen als consument als een game stuk was, zo zei hij het gewoon. En dan hadden we het over Cyberpunk 2077, waar door het marketingteam dingen getoond waren in het voortraject, beloofd waren in het voortraject, die gewoon bewezen niet klopte. Dat wat ooit getoond is qua artwork en films, is niet wat je speelde op de PlayStation 4. Ja. Marketing is natuurlijk iets. Het is natuurlijk gewoon iets verkopen. Zo simpel is het. Je moet gewoon je product zo mooi mogelijk maken. En dan zit er een enorme scheidslijn tussen van tot hoe ver ga je. Je hoeft zeker niet je product te onderwaarderen, maar je moet het ook niet overwaarderen.
Ja, bedoel, is dat iets waar je het ook vaak intern over hebben? Van dat iemand zegt van, hey, maar laten we het zo doen. Dat je zegt, ja, maar ja, zo ziet het er eigenlijk helemaal niet uit. Moet je echt trouw blijven aan die game, aan wat in-game te zien is? Nou ja, ik vind het echt een goede vraag, want dat is precies waar ik de hele dag mee bezig ben. Want wat dat betreft ben ik zelf gamer, weet je wel. Ik wil gewoon dat het eerlijk is en voornamelijk dat ik laat zien wat er ook is. Ja. En ja, weet je, ik wil gewoon constant dat we, ik hou ook anderen in de gaten, dan kunnen we, hoe ver kun je gaan? Want het moet mooi zijn, maar niet te mooi. Nee. En dat, nee, precies, Cyberpunk, perfect voorbeeld. Die game speelde absoluut niet op de PlayStation 4 of zo, hoe het zou moeten zijn. Nee. En ik vind dat ook echt killing. Ja, is dat iets... Ik vind dat Microsoft, want Rare is natuurlijk onderdeel van Microsoft Game Studios, dat Microsoft daar best wel goed mee bezig is om niet te overpromissen. En wij noemen het altijd een beetje de terreur van de Excel sheet managers. Dus die mannetjes boven je en vrouwtjes die bepalen wanneer een game uit moet komen en wat het kost en vooral heel veel geld willen verdienen. Die dus toch al eigenlijk, ja, ik ben geïnteresseerd, maar ik weet niet wat je erover mag vertellen over dat spanningsveld tussen jij die het moet maken en iemand die zegt, ja, push it maximum, weet je wel. Haal alles eruit wat erin zit. Verkoop het voor me. Is dat iets... hoe voelt dat bij jullie? Is daar een spanningsveld? Of zeg je van nee, gaan er echt heel realistisch mee over. We doen niet aan overpromising. Nou, bij onze game, ik denk de trailer die je nu ziet is eigenlijk het meest fancy hoe we doen. En dit zijn de cinematic trailers. Ja. Dus ten opzichte van andere games die het doen, die hebben gewoon full CG, weet je wel, zo'n filmteam bijna erop zitten. Mm-hmm. En wij gebruiken alle assets uit de game. Ja. Dus dit is ook weer gewoon gemaakt met de engine. Ja, precies. Dus al deze characters zijn precies zoals ze zijn. Het enige wat er anders is dat deze animaties custom zijn. Gewoon om het allemaal iets vloeiender en soepeler te laten, daaruit laten zien. Want het is, cinematic is de sfeer van de game. Ja. En in dit geval, nou, ik ben blij dat we dat doen op deze manier. Want ja, je blijft op die manier, dit is wat je ongeveer krijgt. Weet je? Dit is het gevoel als je het speelt. Ja. En dat is ook precies wat ik doe met mijn, of niet, met de artworks. Dit is een nieuw event. En, mm-hmm. Nou ja, weet je wel, deze guys zijn erbij betrokken. Nou, dan zorg je dat er ongeveer uitziet zoals het in die game eruit ziet. En het maakt het makkelijk, want je hebt in ieder geval makkelijker, meer focus. Want ja, je kan bepaalde dingen doen, maar er zijn ook limieten. Ja. Heb jij meer met geanimeerd entertainment dan met realistisch entertainment? Ik bedoel, My Little Pony, dit, het is natuurlijk allemaal... Is dat, dat jouw ding? Nou, niet eens per se. Het is toevallig dat het ene heeft geleid tot het andere. Ja. Want ook dat dit stylized is ook toeval eigenlijk dat ik... die we niet voor gekozen actief, zeg maar. Dat ik dacht, ik wil per se aan Sea of Thieves werken. Nee, ik vind realistisch ook vet. Mijn eigen portfolio is veel meer realistisch. Ja. Zo realistisch, of niet zo realistisch, maar veel meer dat ik mezelf bijna mee in mijn voeten schiet als ik bij een... stylized team of productie zou willen werken. Ja. Wat is nou jouw ambitie? Zit je nu in een segment dat je denkt van, hey, maar dit vind ik leuk. Ik bedoel, ik zit nog goed bij Rare, maar misschien in de toekomst, dan, als ik naar een andere developer ga, dan wil ik dit ook blijven doen, die marketing assets maken. Of zeg je van, nou, op een gegeven moment zou ik wel wat meer weer bij een game betrokken worden. Ja, yeah, nou, ik mis wat dat betreft mijn 3D skills, die ik nu minder gebruik. Weet je, ik doe nu veel meer compositie en kleur en wat is het verhaal hierin. En dat is wel waar ik op een gegeven moment zo ook mijn eigen portfolio veel meer naar stuur. En dan gewoon het beeld en het gevoel wat je krijgt. Maar gewoon puur simpel en weet ik veel, een kast, een bed maken voor in de game. Of in een film dat ik eerder gedaan heb, dat is die kant, ga ik uiteindelijk wel weer op. Ja. Maar wil je dat ook bij Rare doen? Ik vind het team gewoon echt heel cool hier. Ja. Het is een hele goede sfeer. Iedereen is heel relaxed naar elkaar. Tenminste, voor mij is dat zo. Ja, je moet oppassen. Voor je het weet knijpen ze daar ook in de billen van vrouwen en zo. Dus dat weet je natuurlijk helemaal niks meer. Maar nog niet van gehoord van Rare. Nou, iedereen zit gelukkig nog thuis, hè? Ja, dat is waar. Is dat wel iets wat je...
ja, nou kijk, je kan, ik wou zeggen missen, maar je bent natuurlijk nog nooit geweest. Maar lijkt het je wel leuk? Ik vind het altijd een hele fascinerende wereld, hoor. Ik ben heel veel developers geweest die cubicles met die poppetjes en ja, weet je, alsof je midden in die game zit. Is dat iets wat je wel heel leuk lijkt? Maar ja, goed, je wil niet uit Dublin weg natuurlijk. Ja, yeah, nou dat is in ieder geval voor mij nu het relaxed ook, dat ik dit op die manier freelance kan ik wonen waar ik woon. Dus als ik morgen denk ik wil in Utrecht wonen, dan ga ik daar lekker heen. Mm-hmm. Want dat moet kunnen. Dat is heel prettig, maar ja, er is gewoon iets heel cools aan in de studio gezelschap. Er is iets bijzonders aan met al die mensen samenwerken en samen zijn. Ja. En wat ik zei, nou, wij zitten op die calls de hele dag en dat blijft super creatief. Dus dat vind ik heel leuk. Maar het is veel moeilijker eigenlijk om bijvoorbeeld momentum te verzamelen. Dus dat je denkt met z'n allen, we gaan nu, weet ik veel, ja, 2 uur deze brainstorm doen. En dan ook achteraf dat je denkt, shit, laten we dit meenemen en dat gaan doen. Ja. En dat is veel moeilijker eigenlijk als je vanuit huis werkt. Ja, het is ook. Je moet, het zijn nu allemaal moedjes, hè? Terwijl feitelijk brainstorm ook gewoon ergens om 3:30 in de keuken kan zijn, weet je wel. Als je zit te lunchen. En dat is natuurlijk een beetje wat je mist. Maar ja, ik vind het een interessant verhaal. Het geeft ook wel weer aan dat dit soort dingen haalbaar zijn. Ik scroll gewoon wel eens rond via Games Industry. Iets waar ik zakelijk nieuws vandaan haal. Maar dan zie ik ook zoveel vacatures. Heb jij ook het idee dat er een hoop vacatures zijn binnen de game industry? Ja, ik denk het wel. Er is heel veel in Engeland. Ja. Nee, dat is aan de ene kant heel goed. Maar door Brexit, dat denk ik dat het door Brexit komt. Ja. Want ik was in Amerika, had geen visum, kwam naar Europa. En het meeste zit gewoon in Engeland. Of in ieder geval in de UK. En nou ja, dat blijft voor mij gewoon niet makkelijk, weet je wel. Want dan zat ik weer buiten de... Ja, want Ierland is weer anders dan Groot-Brittannië, toch? Want Ierland zit er dan weer net buiten, toch? Ja, ja, lang verhaal. Maar ja, nee. Laten we dat niet doen. Noord-Ierland is UK en Ierland is EU. Ja, precies. Dus daarom kan je daar nog wel werken, gewoon als Nederlander. Precies. Maar in Engeland is dat in één keer heel erg moeilijk. Ja, daar zal inderdaad, net zoals bij Guerrilla, gewoon bijna de helft buitenlands personeel is. Is dat in Engeland natuurlijk ook zo. En daar zit ontzettend veel industrie. Dus vandaar ook dat ik altijd tegen mensen zeg van ja, focus niet te veel op Nederland. Er zijn echt hartstikke leuke indie-studio's in NL. Maar wil je echt een stap verder naar het meer wat professionele, wat grotere bedrijven, dan zul je toch echt, zoals jou, de koffer moeten pakken en naar de andere kant van de oceaan moeten gaan. Omdat daar veel werk is. Maar ja, goed, met de Brexit en is het misschien wat lastiger geworden. Dat is dan wel jammer. Maar ik vond het leuk om dit verhaal te horen. En net als bij The Last of Us kijk ik opeens natuurlijk ook wel ietsje anders nu naar Sea of Thieves. Dat ik weet, ja, dat is dan weer toch door een Nederlander gemaakt. Dus dat is dan wel grappig om te zien. Ja, nou, wie weet spreken we elkaar ook nog weer eens een keer als je weer nieuwe projecten doet. We zetten dit item neer. Het is een premium item voor de premium baas. Mocht je nog vragen hebben aan David, hij heeft zelf ook premium, heb ik gehoord. Dan kan je er gewoon bij zetten. En dan kan hij in de comments gewoon een antwoord geven als je dat leuk vindt om wat persoonlijke vraagjes te stellen. Ga niet vragen wat de volgende game van Rare is, want dan gaat hij toch niet op antwoorden. Dus dat weet ik nu al. Hey, bedankt voor je tijd. En hopelijk kan je binnenkort weer whisky drinken in de binnenstad. Want dat schijnt altijd wel een groot feest te zijn. Dus, dat is mooi, ja. Okay. Nee, super bedankt. Ik vond het tof. Cool. Hey, we spreken elkaar weer.